Oh, zijn we on air? Yo, we zijn on air. Mensen, like, subscribe, die shit moet ik tegenwoordig. Ik moet ermee openen, Bram. Je hebt het al gehoord, ik zei het al, Bram. Ik heb vandaag zeg maar een chill dag. Ik mag een biertje doen, ik kan een peukje doen. Want mijn homeboy is hier, Marco Barry. Collega, comedian, Limburgs collega, comedian. Local hero, ook al is hij van Venlo, Noord-Limburg. Wij noemen ze Brabanders. Bram van de motherfucking Velden. Welcome, bro. Hey, papi. Cheers, hey, papi. Cheers, bro. What up? Goed om hier te zijn, ouwe. Podcast. Ik denk dat we al een jaar bezig zijn proberen te podcasten. Maar toen kwam die corona shit. Ja, er is iets gebeurd. Ik weet niet. Er is iets wereldwijd. Dus af en toe vergeet ik even wat er was. Maar er was in elk geval iets. Ja. Gewoon waardoor het allemaal niet doorging. Ja. Maar alles gaat langzaam weer open. You got your ass vaccinated. Ja. Ik heb een prikje gekregen in België. Gewoon, hey, maar dude, dat ging smooth, ouwe. Ik snap niet waarom de Nederlandse gewoon, je komt daar aanrijden. Dus over 5 jaar doen we weer een podcast. Dan kijken of je dat nog zegt. Dude, dat ging smooth, ouwe. Dude, dat ging smooth, ouwe. Ja, serieus? Als ik kieuwen heb. Ja. een derde middelvinger. Over third kickstand. Ja, ja, toch? Man. Dat zou een van die positieve side effects zijn. Ja, dus maar, hey, dus het got je chill. Goeie vaccinated, snel. Ja, dat ging rap, ouwe. Gewoon, je hoefde nergens te wachten. Gewoon. Maar het was wel echt super. Was super veel mensen, man. Ik geloof dat die zitten gewoon zo'n super grote parkeerplaats in Antwerpen Noord. Hebben ze gewoon een tent opgezet. En dat ging smooth, ouwe. Gewoon iedereen bleef lopen gewoon. En je kon zijn pasje laten zien, uitnodigen laten zien, doorlopen, zitten. Ik geloof dat ik allemaal al 10 minuten binnen ben geweest. They got trapped. Het was gewoon een fuik. Daarom konden ze Nou, wel een goede fuik. Ik was er blij mee, ouwe. Hé, hey, maar je zei België, wat dan? Want je bent nu sinds kort gewoon weer in Nederland, toch? Ja, ik heb geen idee wat de fuck er aan de hand was, ouwe. Ik kreeg gewoon in Nederland kreeg ik een brief vanuit België, want dan kon ik gevaccineerd worden. Ik dacht, wat is dit nou? Ja, mijn vrouw is Vlaams. En zij heeft geen brief gehad. Ja. Gewoon, hele familie nog niet eigenlijk. Alleen haar ouders zijn gevaccineerd, maar de rest van de familie... Die hebben allemaal geen brief gehad. De enige Nederlander in de familie kreeg een brief van... Hey, kom maar 50 minuten rijden. Die bellen gelijk. Nederlanders hebben we goed geregeld. En dan mogen ze ook nog hier de prik halen. Ja. Ja, man. Het zal Veranst zal erachter zitten. Ja. Dus voorlopig zit hij nergens achter. Voorlopig zit hij verstopt. Dus, ja, wat is dan een verhaal dan? Ja, bro. Damn. Weet je wat ik helemaal bizar vond? Is dat we die gasten... Ik zag het op de... Op het nieuws gewoon dat er van die mensen aan het demonstreren waren voor die gozer. Ja, ja. Voor die militair, weet je wel. Ja, bro, ik vind het ook prima. Je weet, ik ben militair, veteraan. Maar ik heb weer... Ja, dat is boos. Is serieus? Ja, nee, los van het feit. Kijk, Bram... Jij bent voor die boy? Ik begrijp hem. Oké. Dat is een beetje creepy. Kijk. Nee, luister. Dat is, niet een beetje, super dus... creepy. Bro, luister. Ik weet niet of die fucked up in de head is zoals ik. Oh nee, PTSS niet. Als jij met 3 bezoekers rondwandelt. Wie zegt dat ook? Chris Rock. Je hoort vrouwen niet te slaan, weet je. Maar af en toe moet je even rammelen hebben. But I understand. Nee. Weet je, mag mensen niet vermoorden of... Opleggen, but I understand. Let's break it fucking down, oké. Break it down. Alright, is dit een pannenkoek? Die duidelijk PTSD heeft. Huh? PTSS, ja, posttraumatisch stresssyndroom. Ja, ja, die ook gewoon, weet je wel, gewoon just happy stance. Die gewoon getraind is om te moorden. Getraind, ja. Hè? Gewoon, en die gast, die is van Wappie afgegaan. Die is met een paar bezoekers gewoon weggewandeld. Afscheidsbriefje geschreven ook nog. En die is gewoon een bos ingewandeld en heeft nog de viroloog van België bedreigd van alsof het zijn schuld is. Dus hij is ook tegen kennis. He? De wetenschap vindt hij ook niet leuk. Die pannenkoek, die redt gewoon het bos in met een paar bezoekers. En je hebt niet zoiets van, hey, misschien moeten we even kijken wat die gast allemaal aan het doen is. Nee, ja. I get your point. Ja, ik gewoon kom op, man. Oké, okay, goed. Ja, goed dat we erover hebben. Je hebt een jongetje. Je hebt een boy. Ja. Dat is gewoon, wat is er nou gewoon bij zijn school? Bij zijn school, hè? In de buurt van zijn school, een oude drugshond. Nee, weet je, dat is gewoon een oude politiehond. Gewoon, die is gewoon ontsnapt. Die heeft nog nooit normaal dierenvoedsel gehad. Hè? Die heeft gewoon zijn hele leven lang geleefd van hooligan-kuiten. We hebben het over Jurgen Konings, toch? Misschien dat je daar wat van kunt vinden. En dus, die hond heeft alleen maar gewoon... Het enige eten wat hij kreeg was hooligan-kuiten. en die gast die heeft gewoon zijn mondkolf
Of die korf. Zijn melkkorf. Zijn melkkorf. Die was zo boos. Die heeft gewoon opgesnoven. en die is gewoon ontsnapt bij de school van je kind. Je hebt niet het gevoel van, hey, misschien moeten we die hond even gaan zoeken. Ja, oké. Ik kijk er iets anders naar. Dus de issue is, ik keur niet goed wat hij doet. Hè? Dat wil ik even... Dat wil ik duidelijk hebben. Je headset, bro. Dus wat ik keur het niet goed. But I understand. Maar wat nu, kijk, ik ben als militair, ik zie dan allemaal berichten in het nieuws. Bezoekers in de auto. En ja, hoe kan dat? Dude, ik was sergeant. Als ik bijvoorbeeld een schietoefening heb, in Oorschot heb ik schietbaan op de kazerne, vraag je munitie aan. Weet je, mensen vragen, hoe kan dat? Ja, dude, ik heb gewoon toegang tot de wapenkamer. En ik haal mijn wapens daaruit. En dan hang ik een kaartje op. Weet je, en dat kaartje zegt, oké, die persoon met een foto en je registratienummer en alles, weet je, je gegevens. Die persoon heeft het wapen. Dus dat wapen, dat kun je gewoon makkelijk meenemen. Munitie kun je makkelijk meenemen. Ja, alleen het kaartje hangt er nog voor die drie bezoekers. hoe dat met die bezoekers is, bro? Luister, ik weet het niet. Maar ik heb er gewoon drie nodig vandaag, man. Doe dit niet zo moeilijk. Nee, maar snap je, wat ik niet snap, is dat dan gewoon... Ja, ik snap wel wat daar gebeurt. Dus er moeten gewoon 600 man, bijna 450 man moeten uitrukken om deze guy... Dus te pakken. Hij wordt gelijk weggezet als extreem rechts. Ja, ik weet niet hoor. Hij stond dan ook... hij zou dan op een lijst hebben gestaan voor extreem rechtse mensen, maar ook dus terroristen dreiging. Ja. Oh ja, doe het. En die geven wij toegang tot wapens en munitie. Dus mensen die op zo'n fucking list staan, get the fuck out of here. Dus wat bedoel je daarmee? Los van dat ik het niet goedkeur, hij wordt geframed. Hij wordt in een hoekje gedrukt. Extreem. God, op, man. Ja, dude. Dude, als ik gewoon... Als ik met drie bezoekers of op de wandel ben... Dan ben je toch niet extreem rechts? Dan, maar ik word niet geframed. Als alleen het kaartje hangt waar die drie bezoekers horen te hangen. Gewoon met mijn naam erop. Dan ga ik ervan uit dat mensen even komen kijken. Hey, maar deze en dan gaan ze even op Facebook kijken wat ik allemaal geroepen heb. Ja. En dan uiteindelijk komt er een plaatje. Dat is niet vreven. Hey, maar dat Bram, allegedly had hij ook een soort café voor veteranen, militairen en een sportschool waar die jongens allemaal terecht konden, die zeg maar mental issues hadden. Dat moest hij allemaal sluiten, konden de coronamaatregelen. Nogmaals, ik keur het niet goed, maar ik kan me voorstellen dat iemand die vaak weg is geweest, dus zijn land heeft gediend, het wereld heeft gediend, weet je, bijgedragen heeft aan vrede en veiligheid, die persoon, daar wordt nu... luister. Daar gaat het dan even niet zo goed mee. Er wordt dan nu jacht op gemaakt. Er is maar één persoon loopt gevaar van hem. En dat is Van Rans. Dus this guy is fucking marked for death. Want, dit is de boodschap die ze nou geven, toch? En terecht. Want, ja, als jij ook maar in je hoofd haalt om met een viroloog... om die te executeren, weet je, om daar achteraan te gaan... dan is dit wat jou te wachten staat. En jij hebt zoiets van, dit is schandalig. Te laten ontploffen, dan zo makkelijk gaat het. Zo staat het ervoor in de wereld. Oké, ik kan het misschien beter uitleggen. Ja, godverdomme, niet eens meer een viroloog bedrijven met een bezoeker. Waar gaan we naartoe? Listen to me. Ik keur het af. Maar dit is het. I'm biased. Mijn militaire en veteranenhart, en ik heb ook PTSS, vorm van PTSS. Snap je, heeft toch wel, ik voel empathie voor hem. Iets anders. Ja, dat bedoel ik. Dus dit is een beetje een soort van dilemma, weet je? Dat is een fucked up. Ik gun hem gewoon... Ik heb empathie voor iedereen die problemen heeft of whatever. Gewoon psychisch. Wij zijn comedians. Alle comedians hebben problemen. Psychisch. Ja, exact dat. We are all broken. Ja, nou, voor een groot gedeelte. De funny ones. Maar dus gewoon, ik heb ook empathie gewoon. als jij dus, zeg maar, laat het even onderaan. Als jij vroeger een slager was geweest, dan had je empathie gevoeld voor die gast die op de pijp gewoon vijf mensen heeft neergestoken. Dan denk je, ja, weet je wel. Ik heb een beetje met messen gewerkt zelf. Ja, maar bro, dit ligt toch wel anders. dit is iemand die heeft, weet je, gediend. Het land gediend, weet je. Is namelijk... oorlogsgebieden gegaan heeft. Sorry, met alle respect, weet je. Ja. Is lastig. Ik vind het een beetje bullshit, want hij heeft daar met volle verstand voor gekozen om dat te gaan doen. Hè? Gewoon, niemand heeft hem gedwongen om daar naartoe te gaan. Het is geen dienstplicht, hè.
Gewoon, luister, hem leek dat spannend. Hem leek dat cool om dat te gaan doen. Hij heeft daar zelf voor gekozen. En het is ook, je kan mij niet wijsmaken dat er iemand in het leger gaat die nog nooit een oorlogsfilm heeft gezien. Gewoon, je weet dat daar fucking consequenties aan zitten. Oh, wacht, hey bro, let me correct you. Yes, maar wij hebben, daar zitten we hoeveel werken door? 50,000-60,000 man ongeveer de krijgsmacht, als alle functies gevuld zijn, zeg maar. Ja. Er zijn er denk ik 35,000 of zo gevuld. Veel mensen die bij Defensie, die leger ingaan, die zijn gewoon, een beetje wereldverbeteraars. Die willen goed doen, zeg maar. Die willen mensen helpen en naar crisisgebieden gaan om te helpen. Tuurlijk heb je ook je fucked up. Rode kruis. Tuurlijk heb, maar tuurlijk heb je ook, sommigen willen. Leger is hels, kan ook, is ook een leger. Maar sommigen want to walk around with that gun, bro. Tuurlijk heb je. Ja, oké, maar daar zijn we dan. Dan zijn we toch gewoon. Sommigen, maar niet iedereen. Die willen gewoon dat geweer hebben. Dat is gewoon G.I. Joe. Er is iets te veel G.I. Joe gekeken vroeger. En dan denk ik, I want to be that guy. Ja. Gewoon, maar dat is een deel van wat je doet. Ja, oké, maar je kan daar niet achteraf, zeg maar, boos zijn. Gewoon, je hebt daar zelf voor gekozen. You're a grown man. You got your big boy pants on. Je hebt daar zelf voor gekozen. En er zijn hele heftige dingen. Ik heb bijvoorbeeld, zeg maar, dat Joegoslavië shit. Mm-hmm. Weet je, gewoon in de jaren 90. Daar, ik heb daar jongens van terug zien komen. Door ons nog een beetje. Dat was fucked up. En daar hebben ze dus niet voor gekozen. Die jongens, die weet je ook gewoon, als je het over verbeteren hebt of zo. Gewoon die boys, die moesten gewoon kijken, staan. Ja. Gewoon met een geweer. Terwijl er gewoon vrouwen en kinderen afgeslacht werden. En ze kregen gewoon een stand en gewoon niks doen order. En stand and desist order. En dood. Dat je daar s'nachts zweten van wakker wordt, ja, tuurlijk. Ja, maar bro, wie weet heeft die Jurgen ook daar in gebieden waar die is geweest dingen meegemaakt waar die niet om gevraagd hebt. Snap je? Dus voor sommige dingen ben je voorbereid. Ja, kijk, aan de andere kant, je vraagt er wel een beetje om. Ja, ik geef je ook wel deels gelijk. Maar het is een brandweerman weet dat hij vuurtjes gaat doen. Kijk, ik kan niet naar een horrorfilm gaan en dan gewoon geschokt naar buiten wandelen. Nee, kijk bro, een brandweerman weet dat hij vuurtjes gaat blussen. En die weet dat hij af en toe een brandweerduiker een lijk moet opduiken. Ja, of een dode familie aan een auto knippen. Ja, maar heftig. Die houdt er geen rekening mee dat hij misschien een verbrand babytje in zijn handen heeft. Of een verbrand of een babytje wat hij opduikt. Dan ben je toch aardelijk als je daar geen rekening mee hebt. Ja, totdat je ermee geconfronteerd wordt, denk ik. Ik weet niet, ik ben geen brandweerman. Ik heb Jennifer hier gehad, die zat bij de brandweer. Een brandweerduikster geweest. Die werd ook met dingen geconfronteerd. Zei ze, dat had ik dus zeg maar niet voorzien. Dus ja, oké, dat snap ik. Het is wel lastig, ja. Maar, you're right. Ja, ik vind het toch anders. Ik vind, als jij getraind wordt om basically gewoon te moorden, hè, want dat is wat het leger is. To protect and serve. Ja, oké, smile and wave en dat soort bullshit. Nee, maar, ik weet gewoon, wat je bedoelt. In de basis is het toch gewoon... Je bent getraind om te killen, klaar. Klaar. Weet je wel, en hoe je dan ingezet wordt, dat laten ze aan mensen over die zelf naar nooit een risico durven te nemen. En... Dat vind ik iets anders dan brandweer of als je... Mensen zoals jij die hier ambulance. Op de podcast nou zetten, die geen risico nemen. Nee, maar ik had daar vroeger zelfs jokes over. Want ik, gewoon, dat is goed, maar dat moet ook. Nee, maar daarom, dit is... Ik ben gewoon een scheiter. Nee, maar luister Bram, daarom is het zo fijn voor mij om met iemand die daar totaal anders in staat, om daarover te praten, bro. Dat houdt me grounded. Ja, maar kijk, ik had die joke ook alweer dat ik Saved Private Ryan had gezien. Die gasten die uit Normandië aankomen in die stalen bootjes. Ja. Dat ik zei, van welke gast, je hoort gewoon tijdens dat ze met die landingsvoertuig aankomen, je hoort gewoon ting tong ping ting pong, gewoon tegen het staal aan. En ik, welke Mongool staat daar voor aan? dat die klep open gaat. Geronimo. Ja, nee. Ja, maar dat had die Mongool niet voorzien. Hij wist wel dat hij die landing ging doen, maar hij wist niet dat hij vooraan zou staan. Ja, maar ik zou heel eerlijk zijn, gewoon, als ik daar vooraan stond, dan was ik toch even een beetje zo, gewoon zoals in een volle tram, gewoon naar achter gegaan. Ja, sorry man, ik heb sleutels achterin laten liggen, want ze zijn gevallen, sorry man, ik moet even, even bob en weave, even zorgen dat ik achteraan sta, want ik zag dat met die andere boys ook niet echt super lekker ging. Ah, lekker man. Dus ik ben een scheidbak, ik moest ook altijd lachen vroeger man, dan zag ik het in die films, in ieder geval 1600 of 1700, dat ze dan gewoon van die stand-offs hadden, weet je. Dat iedereen, ze kregen allebei een pistool, één kogel. Ja. En dan moesten ze met de rug naar elkaar toe. En dan gewoon 10 stappen en dan schieten.
Toen ik dacht van, ik had gewoon 2 stappen genomen om omgedraaid en vol in zijn kop geplant. Weet je wat? En dan dat die gaat, dat de rest ook zoiets van, oh, je hebt geen eer. Nee, maar wel een super fijn, ik leef nog feestje vanaf. Weet je wat ik nou denk, Bram? Wat gebeurt dan als je, dus dat je die 10 stappen maakt? Ze draaien allebei om, allebei mis. Dat moment, dan kijk je elkaar aan. Fuck, en nu hebben we de kogels erbij gekregen? Moeten we nu moeten we opnieuw beginnen of dan zo? Moet je maar hopen dat het jouw butler is die de kogels vast heeft. Scheids, weet je? Ik denk met zo'n gun-duel heb je geen caddy, weet je? Nee, joh, ik weet het. Dude, luister, ik kan daar veel over zeggen, maar ik zou zelf nooit leger in gaan. Ik ben daar gewoon te scheiterig voor. Ja, dus, met die Vietnam, dus mag, shit. Mag je daar eigenlijk? Met die Vietnam shit ook, als ik die film zie, man. Dan denk ik echt van, ja, sorry hoor, ik heb gewoon die 3 gasten voor me neergeschoten en gewoon over me heen gelegd. Gewoon later. You that guy die die lijken over zich heen trekt. Ja, gewoon echt zo proberen stil te blijven terwijl ze een bajonet door je benen heen jagen. Gewoon dat soort shit. Ja, man. Nee, ik ben classically coward op die manier. Je hoeft mij echt niet, dude, ik ben geen zandhaas, hoor. Ik kan niet vooraan staan met dat soort onzin. Gewoon moonwalk als het kan, altijd. Sowieso, wij Limburgers, een beetje. Weet je, we zijn meer bang voor water, dat het buiten zijn oevers treedt. Ja. Dan voor andere shit. Ja, maar toen ik jong was, ik ben nog in Venlo, toen heb ik 2 keer goed onder water gestaan. Gewoon waar de verkeersborden hongen, daar kon je gewoon met je bootje langs varen gaan. We gingen toen met een rubber bootje. Was het 4,95 of zo? Nee, vroeger nog. 2,93? Ja, ik denk eerder nog, 89, 88 of zo. Ik weet niet. Toen stond de hele straat, gewoon het centrum van Venlo, wat ik al zei. Dat ik gewoon de verkeersborden aanraken met je roeibootje. Damn. Van, ja. Hey, ben je al aan het spelen? Heb je al ergens gespeeld? Een gig gehad of niks? Nee. Dit. Maar ik heb toch gewoon op een gegeven moment dat je van die online shit, van die Zoom comedy en daar heb ik echt helemaal geen zin. Ik vond wat jij deed wel leuk in het begin, dat je een soort van dagboek bijgenomen toch? From one survivor to the other. Ja. Boring, gewoon verveeld zijn, bored zijn, weet je. Ja, maar in het begin is het dan nog spannend, weet je ook. Gewoon dat was in de allereerste fase van de pandemie en toen was het nog spannend. En van toen, de brandemie. Ik ben fulltime full throttle wappie, dus. Ja, maar ik had in het begin ook echt zoiets van, weet je, ik ga daar gewoon een soort Walking Dead-achtige dingen van maken. Gewoon weer heel van, oh, ik heb iemand gezien zonder mondkapje en zo, weet je wel, dat soort bullshit. Maar na een paar weken gaan, weet je ook, gewoon, als het same old is, als er echt geen kut gebeurt, dan heb je ook niks meer te melden en daarom ben ik er ook mee gestopt. Mensen vroegen ook zo, waarom ben je ermee gestopt? Ik heb geen kut te melden, hoor. Er gebeurt niks. Ik had gelukkig niet die itch om online wat als comedian wat te doen, weet je. Ik moet grappig zijn, ik moet iets hiermee doen. Had ik niet, ik heb me gewoon bij neergelegd, weet je. Ja, ik had dat wel heel erg. En ik ben ook niet zo funny, dus. Ik denk dat het ook gewoon een soort side effect is, wat niet vaak besproken wordt over corona. Gewoon dat je echt de need hebt om funny te zijn online. Mm. Dat is het verschil, bro. Het is vaak de jongens die on stage, weet je, en in een kroeg of wat dan ook, weet je, dan kun je dit boel gewoon beïnvloeden met timing, weet je, hoe je staat, je gedrag, weet je, hoe je lichaamstaal, weet je. Online is dat toch wat anders. Kom binnen, je kunt de crowd niet lezen. Ja, dat ook, maar het kan niet onpersoonlijker zijn gewoon. ik kan me echt niet voorstellen dat gewoon tegen mijn vrouw zeg maar, hey, schatje, kan je die muur even vrij houden? Want ik ga daar dadelijk tegenaan staan. En, wacht, zet die camera even op een sigarettenpakje, want dat staat niet goed. Dat ik dan gewoon zonder animo van mensen of whatever. En dan zei ze ook van, je ziet de mensen gewoon, weet je, die ingelogd zijn, die zie je wel. Maar ik, met alle respect, ik wil gewoon geen comedy doen. Gewoon als online met iemand die gewoon in zijn badjas en zijn ballen aan het krabben is. En dan zo, is een goeie. Terwijl hij ergens een ander schermpje open heeft waar die porno zit te kijken. Ja, maar hey, hoe lang heb je in Antwerpen gewoond, bro? Bijna 6 jaar. Ik denk 6 jaar, zoiets. Ja. Maar heb je veel kunnen spelen in de Joker, uiteraard?
Nee, ja, nou, Joker was vrij snel over. Van, die eigenaar en ik zijn niet super sympathico. Oh, oké. Okay. Dat was leuk, totdat ik daar naartoe ging. Toen ik daar verhuisd, daar naartoe, toen was de liefde een beetje over. dat was wel jammer. Ik was zeg maar weer begonnen met comedy. Wat is het nou, anderhalf jaar? Of nou, leuke plek stoppen. Op de Joker. Ja, daarom. Dus ik had me heel erg verheugd om te spelen in de Joker. En ik kon daar spelen. Dingen had het geregeld. Weet je nou, jongen, Tilburg. Prima. Basje Beker. Basje had dat gefixt, had me ertussen gezet. Maar hij zei, dat is wel een... Het is een marathon of zo. Ik had dat nog nooit gedaan, man. Dus ik zat ergens in die laatste blokken. Maar ik dacht, leuk, man. In ieder geval een keertje in de Joker staan. Ik had leuke 5 minuten. Ja. Maar iedereen was al drunk en wasted. En ik was net was weer begonnen. Ik ben 1 keer maar pas dood gegaan daarvoor. En dit was ook een soort van semi-doodgaan. Maar op dat moment, weet je, daar heb je wel ook... Ik zei ook wel, dat gaat hem dus niet worden vandaag. Ja, maar, ik ben er weg van. Maar een comedy en marathon. Hey bro, iets van 40 comedies of zo. En dan had je 4 of 5 minuutjes of wat. Ja, maar ik zie dat ook sowieso niet echt werken. Gewoon eerlijk gezegd. Dat kan niet. Je hebt een spanningsboog van 1,5 uur, denk ik, ongeveer. En dan moet je erin zien te doen. En als je dat... Ja, dat is met alles zo, weet je. Dat is gewoon Je kan ook niet gewoon 2 uur lang oesters vreten of fucking caviar. Op een gegeven moment ben je klaar mee. Yeah. Weet je wel? Mijn comedy staat ook zo. Je kan niet constant gewoon met een grijns op je bek zitten. Gewoon, en denk, dit is onverwacht. Gewoon, dat kan niet. Op een gegeven moment heb je elke vorm van comedy wel voorbij zien komen. En dan houdt het op. Ik denk wel dat je nou, als nou comedians deze podcast ziet, ons aan één tafel hebben, dat ze zoiets hebben van, oké, de twee meest onmogelijke gasten hebben drank en shit. Het kan alleen maar misgaan aan tafel. Oh ja, maar dat is de reden waarom ik een hotelletje heb. Ja. we worden wijzer. We weten wel hoe dit kan eindigen. Straks komt alles op tafel. Ja, we worden ouder en wijzer. En ook, gewoon dat is wel heel lief van mevrouw. Mevrouw die zegt er al een beetje aankomt. Ja, ik ben 1,5 jaar of zo, zolang die de fucking coco er is, heb ik niet echt meer met vrienden gebabbeld of gehangen. Ja, oké, Johan, Paultje, Arie komen en zo, die zijn er 1 keer langs gekomen ook naar Vlissingen, dat was leuk. Maar dan houden we wel een beetje op en de rest zit je eigenlijk alleen maar in je bubbel. En dus, mijn vrouw snapt ook wel van, oké, ik ga naar Kenny toe, weet je wel, we gaan een beetje gekkigheid doen. Ja, mooi, maar dat is, voor mij is dit super, super lekker, weet je. Jij weet, ik doe meestal podcasten met veteranen, militairen. Ja. Dus voor mij, als ik een keer Ben je niet bang dat een keer ophoudt? Dat er geen veteranen meer zijn? Nee, we hebben de 100.000, we hebben de 100.000, pik. We hebben de 100.000. Nee, ik weet wel. Daarom moet ik ook af en toe met guys dat als je, jij... Dat je eigen in douchepitje zit te vissen, een gozer van 65. Nee. Nou, ik weet nog goed. Nee. Toen gingen we naar de Falkland, de hel aan. Nee, maar ik vind het belangrijk dat die verhalen verteld moeten worden straks. Bijvoorbeeld wat jij zegt, die oude veteranen, die zijn er straks niet meer. En ik vind dat wij, de jongere veteraan, die heeft daar wel, zeg maar, is mijn persoonlijke mening, een verantwoordelijkheid in dat die verhalen verteld blijven worden op de juiste wijze. En daarom doe ik ook dit podium, weet je, voor ongefilterd. Dat ze hun verhaal kunnen doen bij iemand die ze begrijpt, die zelf ook op missie is geweest, die compleet gestoord is. Ja. Dus Je zet ze die ook hetzelfde als hun, gewoon compleet gestoord is. Ja, die gewoon... No judgment here. Ja, die gewoon... luister, pussy boy. Niet zo bitchen, weet je. Ja, daarom... Ja. Dus nee, maar dat zeg ik. Ik moet dus ook echt... Graag doe ik juist met andere mensen ook podcasten. Wel leuk gewoon. Ja, toch. Fijn. Ja, toch? Man, zeker. Alleen comedians ben ik nou wat selectiever in geworden. Nobody's waiting for us. Weet je, wat hebben wij nou te melden? Ja, precies. Dus ik moet wel met de boys die me naar het hart gaan, weet je. Moet ik mee zitten, bro. Ja, toch? Ik zit dus eigenlijk gewoon, zeg maar, ik ben een onderbreking van de boehoe. Ik heb mijn pistool laten vallen, podcast. Ja, je zit gewoon eigenlijk... You're here to keep me sane and fill my need. Nee, echt. Nee, wat ik al zei, man. We zouden al een jaar of... Ik denk, Bram, ik denk zelfs 1,5 jaar terug al.
We hadden zelfs afgesproken en op een gegeven moment ging de grens dicht. Weet je nog? Ja, dat kan niet komen. Ah, fuck. Maar ja, nu was het zover. Hotelletje gepakt. Dus ik denk dat dat... mensen denken nu ook, wat de fuck hebben deze idioten een zonnebril op? Nou luister, ja. Ik ben Bram erg dankbaar. Want het is een van de mooiste dagen. Ik denk dat we nu 9 maanden al herfst hebben gehad. Ja. En het is vandaag fucking zonnig. En we hebben afgesproken. Bram is gewoon gekomen, weet je. Dus oké, luister. We zitten dus nu niet in de zon. Dit is de eerste mooie dag ongeveer van het hele jaar. En ik rij van de zee naar fucking Limburg. Kom van het strand. Ga ik hier naar moonwalken. Oh, hier in een donkere kamer met Kenny en zijn broer te zitten. Ik ben je dankbaar, bro. Dus, no worries, Al. Nee, maar ik had al een lang dagje gisteren. Gisteren die kleine, mijn vrouw die doet... Die had een commercial die ze moest produceren voor de VRT. Gisteren in Antwerpen. Dus ik had die kleine de hele dag. Hij is 2,5. Dat is gewoon just keeping a little shit entertained. Dat is wel echt, dat is een opgave. Dus ik ben echt de hele dag met hem erop uitgetrokken. We zijn naar de bossen gegaan, naar het strand. En gewoon bouncy castle, de whole shebang. Dus dat was, maar op een gegeven moment ik dacht, oké, lekker weet je ook. Mijn vrouw die kwam rond een uur of 11 thuis gisteren. En die kleine lag in bed rond een uur of 8. Ik denk, ah, nice ouwe, lekker Champions League kijken. Wie is de baas? Deze motherfucker, toch? kleine lig in bed. Vrouwtje komt pas om 11 uur thuis. Gewoon weer een biertje opengetrokken, Champions League checken. Nou, mooi niet, ouwe. Ik ben blij dat ik het opgenomen heb. Om 9 uur was ik oud. Oud lekker light. Ja, ik lig maar, hey, 9 uur lekker pitten. Hey, je hebt mijn zoontje gezien. Dankjewel voor de sunglasses. We got the sunglasses, maar hij ook. Ja, ik zat echt te denken. Ik stond bij dat tankstation. En dan ik zeggen van die waterpistooltjes, van die Nerf guns. En ik denk, nou, dat is niet te oud voor. 8 jaar is te oud. Ik denk, wat wilde ik nou toen ik 8 was? Ik denk, oké, leuke bril gewoon. Hey. Okay. Sunglasses. Maar luister, ik rol als Jurgen natuurlijk, dus ik heb de real shit in huis. Grapje. Voordat ik dadelijk hier de hele party squad, weet ik veel, terrorkorps over me heen heb. Ja. Dus nee man. Dus, volgens mij heb je echt meer kans om een fucking korenwolf te zien dan die Jurgen. Gewoon, zoeken nu. Bro, die is al in het buitenland man. Ja, die is al weg, man. Die hebben de maat al. Die zit ergens lekker in Frankrijk. Ja, maar doet die kan... Op het terras in Marseille met een Kalashnikov. Ja, dat is een bezoeker. Jee. Dat achteraf ook gewoon een paar van die t-shirt guns blijken te zeggen. Die zit daar nu... gewoon t-shirts. Die zit daar nu met zijn rode bandje om zijn hoofd. To survive a war, you gotta become war. It's your Rambo shit. They drew first blood. they drew first blood. Ja man, oh man. Davy was hier, Dave Turnhout. Die zat op de podcast. Davy. En dan komen natuurlijk die fucking comedy verhalen komen er boven. En hij vertelde me een prachtig verhaal. Ik weet niet of we het ook op de podcast over hebben gehad. Dat jij zou ook meedoen aan een roast. Maar je was te fucking nice. Ja, blijkbaar in een halve finale. Ik kan jou ook gewoon helemaal niet roosten. Ik heb daar helemaal geen zin in. What the fuck? Waar was dat? Is dat that shit happened in Utrecht of zo? Weet ik niet meer gewoon. Ik heb wel een shit over. Drunk as fuck. Ja, ik heb een paar van die roast battles gedaan, maar... Ja, het is ook moeilijk om je op te laden voor iemand, weet je, als gewoon die, niet zo lang comedy doet als jij. Ja. Dus het is een kick in de toddler. Gewoon, weet je, een klein kind zijn ijsje uit de handen gooit. Wat wil je doen nou? Wat wil je doen? Ja, maar zo, ja, dat is en, zo. Er zijn wel een paar roze battles die wel leuk waren. Met Wouter Monde, daar heb ik wel veel gezeik over gehad. En, dat was toen... Maar toen ging ik ook een beetje erover. Ja, dus voor mij is het rennen of stilstaan, weet je wel. Gewoon, Wouter Monde, die heb ik toen echt, die heb ik echt vermoord. On stage dan, hè. Gewoon, murder. Niet echt. Maar, nee, dat was een hatchet job. Maar de rest kan je me niet echt herinneren dat ik echt mensen kapot heb gemaakt of zo. Nou, ik vind roast wel leuk om naar te luisteren en zo, en te kijken.
Maar ik weet, ik kan het zelf ook helemaal niet. Dus ja, maar dat is ook... Ik ben ook te nice voor, man. Nee, ik ben niet te nice helemaal niet. Het is alleen... Wat ik terugkrijg is vaak gewoon de same old, same old. Mm. Snap je wat ik bedoel? Het is niet super origineel. Hè? Het is gewoon, dik alcoholist. gewoon wonky eye Limburg. That's about it. Je kan niet eens your mama level. Nee. En... ja, zoals, ja, gewoon ik heb een keer Roosje gedaan met Arie. Arie was wel funny toen. die had toen wel een goede joke over dat hij bij mijn huis een glasbak had gezien. Gewoon met wit, bruin, groen en bram. dat kan ik wel waarderen. Ja. Dat is een goede joke. Mensen denken ook, wat zit hij nou te roken? Ik zeg, ja, als ik een biertje drink, dan doen we gewoon een peukje. Ja, maar ik weet nog met Wouter Monde toen was het echt... dat was wel heavy. Ja. Was die joke ook alweer? Gewoon, ja, Wouter zo... Hij is zo middle of the road. Gewoon, volgens mij komt hij klaar in pastelkleuren. Gewoon, dat is beige, morf, incru, weet je wel, dat soort shit. Ja. Hey, dude, heb je... 12 of 13 jaar terug... Heb je ooit voor Hans Kotman gespeeld? In de kop, maar dude, I'm gonna tell your story, bro. I'm gonna tell your story. Ik heb jullie, Michel, zoek die shit eens op van The Dictator of Comedy, Hans Kotman. Luister, dat ik niet in die fucking documentaire zit, misschien dat ik ergens in Afghanistan of Irak zat, luister, maar als één guy daar in die fucking docu had moeten zitten, ben ik het. Luister, als je net begint met comedy, you think you're the shit, en Hans Kotman was toen, ik had toen net... Eén keer opgetreden in het Comedy Café, nummer van hem gekregen, zeiden van, je moet meer gaan spelen, weet je. Je kunt wel wat, dus je moet dingen gaan spelen. Dus ik bel die guy op. Ah, goed, dit. Hey, dat was gewoon 100, 120, 150 euro verdienen op een avond. En ik heb gewoon, toen had ik net één of twee keer gespeeld, bro. Dus, maar ik dacht natuurlijk, ja, ik ben de next Eddie Murphy. This guy is gonna make me the next Eddie Murphy. Luister, als we met die guy weggingen, deze guy was dan MC. Daarvoor had hij al twee flessen wijn op. Dan ging hij allemaal shit vertellen. Dat mensen awkward shit, weet je. Het was goed dat de comedians dan snel op het podium kwamen. Die moesten in de eerste 5 minuten dat goed praten, wat ik gezegd had. Maar luister, dus zegt hij op een gegeven moment, want je weet, hè, niemand heeft geld, ze moeten allemaal goedkoop overnacht en alles. Zegt die motherfucker tegen mij, weet je wat we doen? Dan spelen we hier. Ik had wel wat speelplekken geregeld. En dan blijf ik dit weekend bij jou. En ik dacht, oké. Okay. Ik dacht, ja, he's gonna make me next Eddie Murphy. Luister, die guy. We hebben het echt over jaren terug. Toen was mijn nichtje. Michel, deze shit is echt waar. Hè? Ja. Mijn nichtje was toen 14 of 15. En Hans in 40, 50 of zo. Nee, ouwe man. Bro. Die oude viespeuken. Bro, ja, exactly. Ik zweer, dat is ook de enige gozer die ik ken. Gewoon die gewoon ooit in het ziekenhuis is beland dat hij wondroos had. Daar gaan we dadelijk over hebben. Volgens mij is die shit gewoon in 1800 al uitgestorven. Hij kreeg wondroos. No vaccine for that shit, motherfucker. He got that corona wondroos. Ja, maar dat is zelfs een scheurbuik of zoiets. Nou, was het maar scheurbuiken met hem, want dat was het nooit. Dus hey, wat gebeurt nou? Dus we blijven. Dus hij zit gewoon te hitten op mijn nichtje. luister. Maar op een gegeven moment had ik nog een hond hier. Dus hij moest op de bank blijven slapen voor mij. Hey, dude, ligt hij hier? Kom ik 's ochtends vroeg naar beneden? Nee, alsjeblieft niet. Niet met die hond, alsjeblieft niet. Nee, niet met die hond. Vertel hem niet. Ligt hij hier in zijn fucking pendek? In zijn pendekko, blote kast. En ik dacht, please track something aan, weet je. Van, hey gast, hoe zit je erbij, man? Ja, precies. Ik heb gisteren gegeten. Maar, ja, voor hem was het fucking dood normaal. Dat hij zo hier... Dat hij met zo'n hond liep. hij is het menselijk equivalent van een hond. Die gewoon met zijn kont over je fucking rug heen schuurt. die omgekeerde moonwalk doet gewoon. Dat is hij. Ja, dat is hij. Maar luister dan. Cool, is dat dan? Dus de avond van tevoren toen hij dit was op mijn nichtje tijdens die show, dacht ik nog, oké, let it slide. Toen kwam mijn nichtje. Mijn nichtje hier. Liep hij natuurlijk rond in zijn... Bas, die begon die weer te hitten. En toen zei ik van, hey, dit is het moment dat je naar huis moet, Bik.
ik ga je nu naar het station brengen. Oh, nee, maar is toch, het is pas zaterdag. Ja, dat maakt niet uit. Zaterdag is een mooie dag om te reizen, pik. Ja, als ik kleertjes in een vuilniszak gedaan. Your ass is going home. Ik heb nog een of andere witch doctor gebeld. Die heeft die voodoo shit gedaan. Wantroos. Ja, die gast nee, is echt... Hé, hey, wat hoor ik? Airplay, dat is die fucking AWACS die is neer aan het storten, man. Yo, ik ben echt niet... Wat is dit? Is dit de Dictator of Comedy? Laat eens een stukje zien. Volgens mij zit ik daarin. Jij? Ongetwijfeld. En, maar... Van, jij was er niet bij. Ik ben in de oorlog geweest. Jij was er niet bij. Ja, die man heeft wel echt hard voor comedy. Chris. Alleen, hij is natuurlijk totaal gestoord. Ik heb echt in heel veel kroegen gestaan. Maar als hij erbij is, dan is het altijd net anders. Ja, zie je? Naar een kroeg gaan en zeggen... Zeg eens even over die stand-up comedyavond volgende week hier. Wij weten helemaal niet van de stand-up comedy. Oh nee, maar die heb ik gepland hier. Het is niet normaal dat je impresaria... That's you, bro. Gewoon fucking drongen is dan de fucking... Oké, thanks bro. Dat was fantastisch. Ja, maar dat, dude, eigenlijk was dat, eigenlijk kun je dat vergelijken met 90s rap. Dude, 90s de, gangster rap. Dude, ik ben nog gewoon bij de Utrecht Comedy Festival. Ja. En dat was toen die shit uitkwam van hem. Toen, toen hadden ze die Dictator van de Comedy, die werd gescreend in dat Utrecht Comedy Festival. Ja. En op een gegeven moment had ik gespeeld. We zitten zo'n beetje in de green room. Weet je wel, zo'n groot cafeetje achter iets was dat, met Jeroen Pater en shit. En, iedereen had gespeeld, iedereen is happy. En toen werd die film gescreend. En, en op een gegeven moment... Iemand pakt mij van achter vast. Gewoon, weet je maar echt zo. Weet je wel, gewoon bij mijn nek. Zo met zijn arm zo. En het begint me zo gewoon met mijn keel dicht te knijpen. En ja, eerste reactie is gewoon... Weet je wel, ik duik naar onder. En ik geef gewoon een hoek. Weet je wel, ik geef hem gelijk een hoek. Hans Kopman. dus die boy die gaat strekken. You got knocked the fuck out. En ja, maar ik was echt heel boos. Omdat ik, the fuck out. Gewoon is... He sneaked up on you. Ja, en ook gewoon, ik ben nooit goed geweest met stoeien ook niet of zo. Weet je? Het is gewoon, of het is aan of het is niet aan. Gewoon, weet je? Het is gewoon, ik was gewoon geschrokken. Twee standen, aan of aan of uit. En dat was even aan. En dus ik hoek hem. Dat is zijn eigen fucking hartelijke première van die stomme kutdoku. Hij zo, je had me niet hoeven slaan. Ik zei, ja, dude, je bent helemaal gewoon te choke. En ik voelde me wel echt een beetje kut. En ja, je slaat gewoon een gast van 60 neer. En, dus dat is niet niks om trots op te zijn. En dus ik zo, sorry. En zo, ja, dat vind ik ook zo nodig, had me niet. Ik zei, ja, maar buddy... Je kan niet zomaar iemand gewoon van achter komen. En ja, mijn neus. Ik zei, ja, dude, whatever. Ja, gewoon, get the fuck away from me. Maar kun je nagaan? Dus toen ik dat hier met mijn nichtje meemaakte. Jij vertelt nu over dat achterop, dat sneaken. Van achter, deze guy, deze is een leraar Nederlands geweest. Ja. Bro, for kids and shit. Hij is die man. Ik zeg het niet. Misschien een hele foute grap. Hij is die guy die achter, die achter die gordijntjes staat te kijken naar je kids. Ja, die aan het spelen zijn buiten het pleintje. Ja, toch? Zo'n viezerik die gaatjes boren. Ja, dit kan echt niet, Kenny. Dit is echt veel te smakeloos. Dit kan gewoon niet. Ja, die gast is echt iemand die gaatjes boort in muren van, gewoon even... En niet om erheen te kijken, maar gewoon om ze dikker in te steken ook gewoon. Ja, Porky's Pratt Park shit, weet je? Ja, dat is, man. Die gozer, ik weet niet, maar dat is gewoon een... als je voor kan stellen dat een wandelende tak werkeloos is en geen huis heeft, gewoon, dat is ongeveer hij. gewoon... Dat is hij. Lammetak. Heb je toen, ik weet niet of je dat toen hebt meegemaakt, had hij een of andere verjaardagsfeest gefixt in het Hof der Zotte, een of andere tent. Dan zouden dan alle comedians die altijd met hem speelden, die zouden daar gaan spelen. Een paar minuten. En er werd op een gegeven moment, het laatste moment, werd de locatie verplaatst. Dus dat was alweer wat. Vergeet het nooit meer. En ik was daar zo lam, zo bezopen. Ik vergeet nooit meer dat ik, dus iedereen ging spelen en ik mocht dat spelen, maar ik was zo katslam dat ik gewoon eigenlijk begon te lullen en te badgen op het podium en iedereen vond dat geweldig. En toen heb ik iets gedaan wat je nooit moet doen op een podium, op zo'n feest of bij zo'n optreden, een keer terug
op het podium meer. Omdat ze vragen, oh, ik doe nog een keer. Oh ja, ja, that's a classic. Dus die tweede? Ja, oké, okay, dat ging niet goed. Gedaan, ja, ja, ja. Ja. En toen kwam that's die, the worst. Weet je nou, die fucking dude van Sesamstraat, Hakim, Hakim nog Hakim, wat. Die krullenbol, ja, die kwam toen naar me toe. Hij zei van, hey, was echt leuk, was echt grappig. Nou, ik was gewoon dronken. Ja. Zei, maar zo twee keer. Moet je niet doen. Zeker niet toch als je te veel gedronken of deed hij het gedronken, zo? Deed, of deed hij het zo? Deed hij het zo? Zo. Nee, nee. Ah, ja, die mind shit al. Nee, man. Maar ja, Kopman, bijzonder mens. Damn. Ja. Ja. Maar ook niet op een leuke manier. Ik heb nog een keer gewoon... Op een gegeven moment deden we een benefiet voor een of andere dude uit Nepal. Was een of andere comedian uit Nepal of zoiets. Die was is opgepakt omdat hij een grapje had gemaakt of zoiets. 10 jaar geleden zo. Betty Asphalt Theater. En Chris was daar ook. Ik was daar. Sowieso niet mijn publiek, weet je. Gewoon die salon socialisten allemaal, weet je. Gewoon die allemaal zo. Dus verschrikkelijk erg. Wat er gewoon wereldwijd gebeurt met mensen die het minder hebben dan ons. Waar blijft mijn champagne? Weet je, dat soort mensen. En dus op een gegeven moment zitten we daar. Grapjes zo, of op een gegeven moment, ik sta op het podium om grapjes te maken. Op een gegeven moment, ik zie die deur bij Betty Asphalt open gaan. Hey, jouw, oh man, moet zonder gelijk. Het was al een moeilijke gig. En op een gegeven moment komt die Hans Kopman binnen. Ik zie hem gewoon binnenkomen. En op een gegeven moment, ik weet niet eens meer wat hij roept. En van gewoon één woord wat hij bleef herhalen. Gewoon, dat was gewoon banaan of zoiets. Zo, tijdens mijn set, banaan! Banaan! Dus banaan! Dus de boeker, de organisator ging hekkelen. Nee, hij was niet eens de boeker. Hij was daar gewoon. En hij liep hij was daar gewoon. Tijdens de show liep hij gewoon naar binnen. En nu ging hij gewoon hekkelen. En ik denk, krijg na tieten, jongen. Ja, zo heb ik weer. En anyways, gewoon kapot gegaan. Gewoon hartstikke dood gegaan. Dus I'm eating my balls. Ik ga zo backstage zien, wat de fuck is mis met die gozer? En de show is afgelopen, ze hebben geld opgehaald, iedereen happy, gewoon, weet je wel. Ik krijg die gozer in fucking Nepal, weet ik veel, een nagelvel. En het is gewoon van, om zichzelf naar buiten te vallen, I don't know, weet je wel. Een taart met een veldje erin. En we zitten dus gewoon bij de Betty Asphalt, heb je aan de voorkant, weet je wel. Gewoon, daar heb je dat cafeetje. Zoals we zitten dan met de comedian, zijn Paul Hane en zo, weet je wel. Ja. Die is de eigenaar van dat van die shit. En op een gegeven moment, die Hans Kopman, weet je wel, die is daar nog steeds. Hè. Die loopt daar rond, die zit van iedereen biertjes te bietsen. Gaan, weet je. En op een gegeven moment, daar staat ook een piano en die begint keihard op die piano te mappen. Gewoon. Ja, joh, nee, man. Ja. Oh, wacht even, deze story heb ik... Ja, ja, dus die begint bling, bling, bling. Dat is jou niet mooi of zo, hè. Gewoon, het is geen bar. En die zit daar gewoon echt... Stom dronken gewoon. Meer Rotterdam Terrekort. Ja, echt. Als een eenjarige gewoon. Ling, 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 ling. En dus ik had het echt helemaal met hem gehad. Ze pakken bij zijn fucking nekvel. Speen in zijn mond. Ja, no, en ik heb hem echt bij zijn nek gepakt. Weer nog, en dat voelde ook heel raar, omdat dat meegaf. En gewoon, ik heb hem echt gewoon naar buiten gekankerd. Ik zei, nu is het fucking afgelopen met jou, een pannenkoek. Want, het is echt iedereen die daar was, die zat zoiets van, wat is dit? Weet je wel? Maar ja, die salonsocialisten die hebben zoiets van, nou ja, misschien doet hij iets of zo. Weet je, in de scene of zo. Wat speaking of pannenkoek, ik moest zo lachen. Jij plaatste een post, die kleine van jou, je zei net 2,5 hè? Ja. Je plaatste gisteren een post op Facebook dat die jou... Daar lulde. Iets met een pannenkoek of zo. Wat was het nou, man? Ja, hij zit in die fase dat hij alles op de grond gooit. Ja. En maar echt alles. Alles, weet je. Als je de luier aan het verschonen bent. Alles wat ergens in de buurt ligt, pak die en gooit je op de grond. Ja. Je, dat is echt standaard. Ik zei, hey, buddy, niet alles hoeft op de grond, hè, pannenkoek. En dat is dagelijks 20 keer per dag of zo. En... En laatste, ja, ik zat met zijn kinderzitje in de auto. Weet je wel, en ik gasp hem vast. En die had hier zo'n snotjes, zo'n hard snotjes. Ik haalde zijn neus en ik flik dat zo naar buiten. Gaan. Hij zei, niet alles op grond, papa, pankoe. Pankoe. Lekker, jongen, heerlijk, man. Pankoe ook. Oh, man. Ja, man.
Ja, heerlijk. Zeker, ik zeg, als je kids ouder worden, het wordt alleen maar leuker. Als je kids ouders worden. Michel weet dat. Michel, die is van Amsterdam hier naartoe gekomen, die heeft kids ouders zien worden. Nee, maat. Dat kan niet anders. Luister dan. Michel heeft ouders van 35 jaar, gewoon, of grootouders gezien van 35 jaar. Luister. Even met de kleine naar de supermarkt, ja. Het supermarkt. Er zijn drie generaties, niemand boven de 35. Hey. je hebt gezien waar ik woon. Je hebt je auto daar geparkeerd. Zometeen moeten we nog even checken of die er nog staat. Ja, maar precies. Luister, staat een paar dit is zo'n wijk. Ik kijk soms hier uit het raam, weet je. En dan zie ik een meisje lopen van 12, 13. 11, 12, 13. En dan denk ik, toen ik hier aankwam rijden, zag ik een meisje lopen. Die is niet ouder dan fucking 16. En die had inderdaad ook zo'n kindje aan de hand. Gewoon, dat zag ik. En op haar joggingbroek stond fresh. Ja. Ja. Maar dan kun je dus niks vers aan houden. Hey, maat. Dude, zwaar over dat. 16 en nu al stek. Oh, kun je donder op zeggen dat er over een jaar een cameraploeg van MTV achterloopt. Ja, echt. Met fucking... Teen mom. Teen grandma. Teen mom, Molenberg. Ja, bed over grootmoeder op je 45ste. Ja, man. Oh, man. mis je Limburg een beetje? Nee, voor een seconde. Nee? Nee, meen ik echt. Ja, maar jij bent natuurlijk op een gegeven moment toen naar Amsterdam gegaan. Ja, moet ik zeggen, ik heb een niet super leuke tijd gehad in gewoon een beetje growing up. En dat was allemaal in Limburg, dus... Ik ben not that committed, weet je. Daarom zal ik nooit goede comedian worden. Nou ben ik al helemaal niet zo grappig, maar ik ben gewoon niet zo committed, weet je. Ik zou nooit weg kunnen uit Limburg. Maar jij bent gewoon boom. Waarom, Noord-Limburg is natuurlijk bij Brabant, dus snap ik wel dat je moet. Jij bent echt een fucking enigma voor mij. Dude, gaat gewoon bruine mensen neerschieten in Afghanistan en Irak. Maar helpen. Amsterdam is te ver, ik weet niet wat het is. Ik schiet alleen uit voelt niet goed. Voelt niet goed, ik kan niet weg. Jesus Christ. Nee, dat is gewoon dat pussy. Dat is die inner bitch in mij. Dat is die pussy. Ik ben gewoon niet committed. Ja, jij bent een pussy. Ja, 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 ik ben gewoon niet committed. Op missie. Nee, bro, als die gozer niet op missie is, joh, dan zit hij alleen maar te huilen in zijn badkamer. Hey, eigenlijk is daar wel wat mis. Onder de douche gewoon. De fetushouding. Nee, zoals Ace Ventura. Ik had het niet. Fuck, wat was dat van een heerlijke film? Ja, man. Ace Ventura. Wat een killer. Dat is ook een van die films. Gewoon, ik zweer je, ik weet nog met wie ik was toen ik hem zag. Ik ook. En ik weet nog dat ik gewoon tranen van het huilen had, van het lachen. Gewoon, het was zo geniaal. Ik had dus maar nu... dude, probeer dat einde nogmaals te doen nu. Dit wordt gewoon gecanceld, hè? Ja. Dat die politieagent gewoon uiteindelijk een gozer blijkt te zijn. Ja. En dat iedereen met... Gewoon, dude, dat is... Nu word je gecanceld voor die shit. Bro. Dat al die politieagenten zo... Hey, luister, Bram. Ik word er zo gek van. Hey, Michel, kijk eens op mijn tijdlijn. Dit is wat fucking mis is met Michel, gewoon kijken op zijn tijdlijn. Maar wat? Een Facebook tijdlijn. Dit is die ADHD shit. Kijk eens op mijn tijdlijn. Welke een fucking tijdlijn, motherfucker. Wat lul je over? Ben, be specific. What timeline? Ja, Facebook, bitch. Kijk eens op mijn tijdlijn. Facebook shit up. I'm a smoke. Into the Spider-Verse. Ja, niet deze. Naar beneden. Ik zie je zo'n vrouw-man ding in een... En een gele... Oh, pak deze shit even erbij. Tja. Dit vergeten wij soms. Dennis Rodman. Oh, ja. Voor de mensen die dit Spotify kijken, luisteren, sorry. We hebben nu een plaatje van Dennis Rodman. Basketballer Dennis Rodman, weet je wel. Een beetje aparte vogel. Nee, joh. Dennis Rodman. Dat vergeten wij. Carmen Electra in This man. In haar prime. Luister. This man headbutted a ref, smashed Carmen Electra, married Carmen Electra, took a private jet to go bang Madonna, married himself, became a wrestler, joined the NWO, New World Order, had Hulk Hogan as a tag team partner, did an action movie with Jean-Claude Van Damme, won 3 championships with Michael Jordan, and became best friends with a North Korean dictator. Say what you want, but Dennis Rodman is a legendary dude that had one hell of a life. Zo is het. Naar beneden, wacht. We waren bij die... Kan je naar mijn Facebook gaan? Dan ga ik ook alles voorlezen.
Nee, doen we zo. Hold your tits, not suck. This is my show. Hier, kijk deze. Deze moeten we even checken. Let op. Go, go, Power Ranger. Jesus. Power Ranger. Krakosaurus. Krakosaurus. Let me see your move. Oké, Michel, ga even naar die comments. Ga even naar die comments. Dat is wel echt een Power Ranger. Ook. Let op, hè. En dat, oh, dat trek ik niet, jongen. Dat trek ik niet. Ga even naar die comments van op de original post. Eentje met 600 of 700 likes, daar baal ik alweer van. Die gaat dan... I can't see what's wrong. What is... We fucking this up. Oké, maak niet uit. She's just walking out there with the... Shut the fuck up. Die shit is gewoon fucking funny as hell. Daar moeten we om kunnen lachen. Je loopt daar gewoon in een roze fucking Power Ranger pak. Ja, yeah, what the fuck, ouwe. Als jij zo naar buiten loopt in een zuurstokje pak. Ja, precies, maar je loopt erbij als een fucking popstick, weet je. Dude, ja. What the fuck, ouwe. Dude, als ik vandaag denk, hey, ik ben vandaag mintgroen, krijg ik ook gezeik. Precies, it's a crackosaurus. Dude, Jesus Christ, ouwe. Nee, maar mogen we niet meer bashen. Tuurlijk moet je die shit bashen, ouwe. Ja, precies, de moed. We zijn verplicht. Wij moeten dat doen. Nou, ik weet zo, dat hoeft voor mij niet, maar je kan niet zeggen dat die chick er niet uitzag als een Power Ranger. Nee, dat was een fucking Krakosaurus. Daarom. Hey, als je het niet zou doen, zou het racistisch zijn zelfs gewoon. Omdat ze zwaar is, zou het geen Power Ranger kunnen zijn. Dit is goddamn it, juist, dit is, you better recognize. Super racistisch. Juist, you better recognize. Nu wordt ze gerecognized. Ja, precies. En dan denk je, oké, kleine meisjes kijken daarna, kleine zwarte meisjes kijken daarna. Ik denk, ik kan ook een Power Ranger zijn. Ja, er stond er ook weer een comment over. Ja, I know this person. She has a lot of drugs issues. Ja, yeah, so what? We all have drugs issues. Nee, serieus, heeft zij drug issues? Ja, dat zou ik niet zeggen. Volgens mij maakt ze alleen maar verstandige keuzes. Jesus Christ, ouwe. Dude, maar ja, je hebt dus echt werkelijk waar geen spiegel of raam gezien. Gewoon, terwijl je naar buiten wandelde, nergens, in je hele huis niet. Ik weet nou, ja joh, dat kan wel. Gewoon, Jesus Christ. Je ziet eruit als de binnenkant van een fucking hondenhanus. Maar je wandelt gewoon lekker naar buiten. Je denkt, fuck it. Ja, lekker, ja. Lekker tent. Heeft zijn drugsproblemen? Nou ja. Je neukt nog net. Die zou ik echt niet aankomen, hoor. Dat is, Jesus Christ, man. Er zit een fucking gala-jurk aan. Ja, nee, ik was wel blij, weet je. Dat soort dingen, we moeten daar toch gewoon om kunnen lachen. Je vraagt er dan toch een beetje om. Kom ja, oké, maar kijk, luister, als je die grapjes maakt, dan moet je ook kunnen snappen dat mensen daar niet mee eens zijn. Gewoon, ja, maar daar heb ik scheid aan. Ja, precies. Dan moet je ook zeggen. Je moet gewoon net zoveel scheid hebben als dat zij heeft met fashion choices. Ja, precies. Dus daarom vraag. Als ik naakt over straat ga lopen, als ik nu een roze pakje of een mintgroen pakje over straat ga lopen, als een fucking fisherman's friend, dan, ja, dude, dan krijg ik toch ook commentaar, ja. Of niet? Ja, maar ik had vroeger, was er nou zo'n joke over... Nu al? Damn. Ik had vroeger zo'n joke over, weet je, dat mensen altijd boos waren, weet je, gewoon als ik bij mensen naar binnen keek. Weet je, als ik langs huizen loop, weet je, gewoon, ik ben een wandelaar, weet je, fietsen gaat te snel. En dus ik loop dan overal naartoe, weet je, ik ga liever drie kwartier eerder van huis weg gewoon te kunnen wandelen, dan met een fiets of whatever. En, wandelen met een fiets? Ja, maar dan wandel ik gewoon, weet je, en ja, dus als dan iemand gewoon, weet je, gewoon... Ja, als je raam open staat. Checking out, ja, maar ik blijf niet staan of zo, hè. Ik loop er gewoon langs en ik kijk gewoon even, weet je wel. En dan zie je wel zo'n schaduw zo doen, gewoon zo. Wat? Weet je wel. Dan denk ik zo, hey, buddy. Dit is niet mijn schuld, hè. Dit is on you. Gewoon, weet je. Ja. Ik bedoel, als je niet wil dat mensen naar binnen kijken, dan moet je zo'n plakstrip erop plakken of gewoon de gordijnen dicht doen. Maar zij doen dan net alsof het gewoon... Ze doen net alsof ik gewoon op stelten voorbij kom... en op drie hoog gewoon naar binnen zitten kijken. Weet je, gewoon, je woont op de begane grond, pannenkoek. je hebt je raam openstaan... en dan kijk je even wat de fuck er allemaal... Eigenlijk moet je dan die Jedi mind trick doen. Weet je, wat de fuck kijk je? Wat de fuck... Hey. Ja, alsof de wereld op mijn huiskamer is. Jij staat er fucking zo bij. Don't pull that shit on me. Weet je? Ja, ik moet zeggen, dat soort onzin moet ik altijd heel hard om lachen. Want ik was een keer bij een housewarming party van een gozer, die woonde echt op 14 hoog of zo, weet je, zo'n nieuwbouwappartement. Flatwarming party. Amsterdam-Noord. Ja. Hij liet me zo, ik ga hem zo rondleiding. Hij zei, hey, dubbel slot op de ramen. ik zei, hey, dude, what the fuck, je wordt op 13 hoog houden.
Ik zou geen enkel slobberrama doen dan gewoon, weet je. Als jou dat lukt met je zuignappen, gewoon, dan heb je het gewoon verdiend, ouwe. neem het mee, ouwe. Het is gewoon, als je 13 hoog gewoon Spider-Man-esque gewoon naar binnen komt. Gewoon, dude, neem die PlayStation mee, alsjeblieft, maar. Het is voor jou. Gewoon, hey, joh, pak je flatscreen ook, ouwe. Je hebt het gewoon verdiend. Gewoon, pak een dubbel slot op je fucking raam op 13 hoog. Je bent niet goed bij je hoofd. En toch heeft iemand dat verkocht gewoon. Hè? Iemand heeft dat verkocht gewoon. Ja. Hij zou eens hier door besloten. Dan ben je zeker dat. Dan ben je zeker wat. Tot er geen mutanten binnenkomen. Bram, we doen deze even 2 minuten. Want wij zijn van die guys die. Zwarte Piet, moeten we even snel met jou. Omdat we in the same level. Ja. Mensen die niet snappen dat die shit racisme is. Ja. Ja, die doen gewoon niet meer mee, toch? Nee. Het is niet racistisch bedoeld, maar luister, als je dat niet snapt, ik vind die grap voor jou, die vind ik zo geweldig. Is awesome. We hadden net voor de podcast ook over. Als jij gewoon niet ziet. Ja, dit is bijna verbijsterend, vind ik gewoon. Oh. Als jij niet ziet dat dat racistisch is. Ja. Gewoon blanke gozer, blank paard, op een boot. Met alleen maar zwarte helpers. En niemand ziet gewoon van. Niemand dat ziet dat daar ergens een correlatie tussen het verleden. Gewoon dat je denkt: hé, hey, weet je wel. Ja. Volgens mij zie ik daar wel wat dingetjes uit het verleden terug die niet helemaal pluis waren. Ja, boot, zwarte mensen die boot, ja. Dingetjes voor jou doen. Wat ik ook altijd raar vind hoor. Het is gewoon een sportschool. Weet je, als ik een zwarte gozer op een roeimachine zie zetten, denk ik: hé, dude. Hey. Dat vind ik ook altijd raar. Ik denk: dude, ben je een beetje gewoon geschiedenis. It's in that system, man. Ja, it's in the DNA. Ja, precies. Ik heb ook nog nooit orthodoxe joden in de trein gezien. Yeah. heb je die wel eens gezien? Nee. Dit is gewoon sommige dingen vermijd je gewoon. Ja. Maar, dat is Sinterklaas ding. Kom op, man. Jesus fucking Christ. Ik snap mensen wel die helemaal gek worden. Weet je, het is niet racistisch bedoeld. Tuurlijk niet. But it fucking... looks like and is what toch bro, come on. Ja, maar het gaat we niet, on the same page. Ik ga luisteren, het gaat niet om de bedoeling. Het gaat niet om wat je bedoelt of niet bedoelt. Het gaat om hoe het overkomt. Precies. Het komt over voor iedereen met een normaal brein. Hè, gewoon, weet je, gewoon die niet smorgens, weet je wat, coke snuift bij de cornflakes. Ik, wat is dan mis mee, pik? Nee, weet niet. Whatever gets you to the white day. Is white, it's milk or coke. Zo'n rietje, laatste stukje eruit. Lekker nat. kom op, man. Gewoon iedereen die een beetje normaal na kan denken, snapt toch dat dat een racistische connotatie heeft. Ja. Yeah. En wat ik al zei, die grap ook gewoon, weet je, dat ik als klein kind gewoon twee zwarte pieten ruzie zag hebben. En dat ik gewoon als klein kind kon zien waar ze elkaar geraakt hadden. En dat ik en die 1000 kinderen bij die inkomst van Sinterklaas gewoon opgegroeid zijn met het idee dat je het zwart eraf kan slaan. Dat is gewoon, maar iedere ouders, weet je, ik heb dit met mijn zoontje meegemaakt toen hij 4 of 5 was. Op een gegeven moment komt die embarrassing moment, weet je. Van, oh papa, dat is Zwarte Piet. Nee, dat is, ga maar uitleggen, weet je. Nee, dat is niet Zwarte Piet. Dat is een neger, weet je. Ja, nou goed, ik heb 2 jaar iets gehad met een meisje uit die voorkust. Die kreeg rond Sinterklaas altijd dezelfde shit. Altijd. Daar loopt Zwarte Piet. Daar loopt Zwarte Piet. Kleine kindjes, gewoon 2, 3 jaar, die niet eens slecht bedoelen. Dus, we gonna set the record straight, for once and for all, Zwarte Piet is gewoon racisme. Ik snap niet eens dat er überhaupt een vraag zou moeten zijn. Het is zo belachelijk obvious. Mm. Het is zo ongelooflijk duidelijk. Dat mensen die... dan ga je met je trekker op de A1 staan. Gewoon. Nee, dat kan echt niet. Onze tradities gaan onderuit. Nee, maar luister. En dit is de sick fucking mij. Ga even lekker de holepiep doen. Bro, kakerklompen, bro, man, mongo. Bro, dit is de sick fucking mij. Zo sick ben ik eigenlijk. Ik ben echt niet in orde. Dat waardeer ik dan weer, dat ze dat doen, weet je. Dat die Friese gewoon zeggen, wij gaan niet mee in deze shit. Want er is wel dan, zeg maar, die grens dat het uitgemolken wordt, zeg maar. Weet je, dus dat die Friese gewoon zeggen van, hey, fuck. Maar niet bij ons. Ik get dat hier. Ja.
Nee, see, ja, I'm troubled. Dat is met die Jurgen Koning shit ook. Zie je? Ja, nee. I'm not straight, man. Oh, ik ben helemaal niet troubled erover. Die Friezen die kunnen ook lekker de tyfus krijgen. Gewoon. Nee, man. I love them Friezen. Fucking en fucking taal. En al die andere onzin. Gewoon. En die fucking scheidhartjes. Of wat zijn het? Kontjes. Kleine kontjes op een vlak. Gewoon fuck dat. Ik kan maar nee, echt ik zeg als jij niet snapt, Friesland, dan ben je man. Gewoon een racistische teringmogol. En dan wil je het gewoon niet begrijpen. Oh, man. En dan kan je lekker gaan filiëppen met je kankerhoofd. Gewoon fucking idioot. Doe Bram nog een biertje en dan gaan we... Ja, dan gaan we langzaam dit voortzetten in de tuin, man. Heerlijk. Nee, maar je bent niet helemaal werkelijk waar. Je bent niet goed bij je pan. Een koek. Of pian. Of hoe ze dat ook noemen daar. Ja, man. It get on. Hoe durf je elk jaar over de fucking Elfstedentocht te beginnen huilen, gewoon? Bro. Traditie. Gewoon, weet je, en omdat de Elfstedentocht niet doorgaat, ga je gewoon racistische shit in ere houden. Dude, dit had toch wel fucking de ultieme vorm van karma, een soort van karma geweest. Van dat gewoon met corona, dat we die Elfstedentocht niet door kon gaan na 25 of 26 jaar. Wat was de laatste keer? Was dat corona, 97 of zo? Was de laatste keer? 97, ik zeg je, volgend jaar hebben wij een Elfstedentocht. Ik heb daar een keer iets over gelezen, dat je moet uitgeloot worden. Dus, dus dit is wat er aan de hand is, hè, bij de Elfstedentocht. Je hebt zo'n 200.000 mensen, die schrijven zich elk jaar in en die betalen een contributie, hè, om uitgeloot te kunnen worden. Van die 200.000 mensen worden 2.000 mensen uitgeloot om überhaupt mee te doen als het doorgaat. Als het doorgaat. Dus die mensen hebben in 1997 al shit aan betalen voor shit die nooit doorgaat. Hè? Gewoon, dat is hetzelfde als dat ik gewoon elk jaar gewoon, zeg maar, zou betalen voor een eventuele limousine met alleen maar lekker hoeren in. Gewoon it's never gonna happen. Die komt nooit langs mij. Dus die mensen, 200.000 mensen betalen al vanaf 1997, weet ik, voor contributie voor shit die niet doorgaat. Gewoon, weet je, en die, ik zou zo graag die penningmeester daarvan zijn, jongen. Die gaat er elk jaar lachen en ik hier de brullen. Nee, Ibiza. Je wil lachen wakker gewoon, elke dag. Lachen, wil je gillend van het lachen, wil je wakker. En als de kans er is dat het doorgaat, dan ga je gewoon even lekker met een waterkokertje langs de route staan. Zo, dat schiet weer niet door. Nee, net dun. Kom, we gaan naar Ibiza, schat. Fucking douchebags. Ah, man. Echt. Ja, straight up, bro, straight up. Ik ben aan het lekker aan het roken, aan het genieten vandaag, man. Ja, ik ook, ouwe. Ik heb lekker chill. Ik mag een biertje doen, ik mag een peukje doen. Van wie mag je dat niet doen? Van mezelf. Ja. Ik ben een soort van de meest gedisciplineerde, ongedisciplineerde persoon op aarde, of zo. Veel mooier of zo er nog achteraan zetten, alsof het niet onduidelijk genoeg was allemaal. Ja. Of zo, hè. Kan ook eigenlijk. Ik denk gewoon dat ik goed ben in smoesjes verzinnen voor mezelf. Dat is het, bro. Dat is het. Ja. Smoesjes. Ik ben soms raar en soms ook niet, weet je, of zo. Hé, hoe heet het? Limburgse comedians. Wie hebben we allemaal, man? We hebben al een beetje. Limburgse boys. Ja, René van Meurs. Is Meurs Limburgs ook? Of is dat een Brabant? Ik noem jou al Brabander, omdat je van Feyenoord komt. Ja, volgens mij is Meurs een Brabant, weet ik niet. Ik ken niet zo, maar dat komt ook gewoon, wat dat betreft, zelf een beetje als Friesland. Ja, mensen gewoon, vinden ons meer raar dan grappig. En dan moeten ze lachen. Nee, maar we hebben ook andere tradities hier, weet je wel. Zwarte Piet, maar ook Buterritten, die carnaval shit. Hey, yo, die shit heb ik me wel bij neergelegd. Die shit werkt. Ik heb het nou een paar keer meegemaakt. Wat carnaval? Nee, maar die heb ik nou al een paar keer niet meegemaakt. Dus dat butenreden, dat werkt gewoon hier. Ik dacht, want je weet, ik ben nou bezig met mijn eigen comedy bureautje achter. Daarom vind ik wel fucked up dat ik daar niet mee kan beginnen, omdat die horeca dicht zit. En I'm bridging the gap, want in Limburg is die scene eigenlijk niet. Ik had een mooie plek geregeld, jongen, bij de Ierse pub. Dus Joris, mom, ik hoop dat je je hoofd boven water hebt kunnen houden en dat we straks gewoon we can continue. En de mooie open mic spot geregeld. Ja, die Ieren die kunnen overleven op aardappels, dat komt goed. Ja, maar dat was de perfecte plek. Goeie guy ook. Het gaat met name om de persoon, vind ik. Waar je dat moet een klik zijn. Klikken toch. En dit was gewoon en een Irish pub en ook nog een good guy, weet je. Dus dat kon niet doorgaan. Misschien straks weer wel. Maar in ieder geval, dus ik was bridging the gap. Dus ik hoop dat we de comedy hier in Limburg
booming kunnen maken, man. Ja, maar comedy in Limburg is altijd leuk. Dat ben ik echt gewoon. Ik vind comedy overal leuk eigenlijk, wat in de provincies. Ja, maar het is ook leuk voor onze Vlaamse comedians. Maar daarom zei ik, ik ga ook Buterin als... hoe heet het? In de line-up zetten. Want dat werkt hier gewoon klaar. Dus ik ga niet stijf... Ja, ik vind Buterin is wel even totaal iets anders dan stand-up houden. Dat is het ook, dat is het ook. Maar ik ga niet voor een avond stand-up comedy. Bij mij is gewoon een avond... avond entertainment. Klaar, we gaan er mensen van maken. En dat doen we met 4, 5 man waar we daar naartoe gaan. Fuck ja. That shit. Ja. Yeah. Dan dat vind ik moeilijk. Gewoon, dat, I don't care, I'm gonna pay you. Ja, maar dat betekent niet dat I'm your dancing monkey. Gewoon tussen een zwerver en een fucking buterrenner in. Ja, maar luister. Gewoon, ik heb... maar op straat kan hij heel goed trommelen, hoor. Weet je wanneer... Dan staat, staat hij met zijn twee emmers op een podium, entertainment. Deze kon ook niet doorgaan. Je zou spelen in, wat is het? In Heerlen. In het comedy, cultuurhuis. Oh, cool. Zou je toen spelen? Kon ook door corona en zo niet doorgaan. Maar daar heb ik het echt gezien. Dat buterredeners, die rocken gewoon. Ja, maar de show. Ik bedoel, Limburgse publiek heb je ook. Hè? Ja, maar dus ik bedoel, op zich is dat een beetje het verschil, denk ik. Gewoon tussen de rest van Nederland. Dat dit echt een ding is. Ja. Gewoon bij buterredenen en dat carnavalesje. En tot, zeg maar, dat stand-up, zeg maar, dat is een beetje de rest van Nederland. En Limburg houdt een beetje aan die cultuur vast van buterredenen en weet ik het allemaal. Ja, maar ik heb gezien dat het hier werkt. Ja, humor in Heerlen, sorry Arjen. Nee, maar oké, maar je snapt wat ik bedoel. Dus ik denk dat er ook wel een reden voor is dat er niet zoveel stand-ups, buiten het feit dat de meeste stand-up podia, nou, daar weet je alles van. Gewoon vanuit Heerlen is niet super bereikbaar. Ja, maar luister, maar nu kunnen wel onze Vlaamse comedians, de jongens die bezig zijn, die aan de weg aan timmeren zijn, vanuit Hasselt of wat dan ook, is het gewoon 25, 30 minuutjes scheiden hier naartoe. Ja, ik moest door België rijden om hier te komen. Ja, bro. Dus, hey buddy, we gonna wrap it up. Ik merk het aan de weg gewoon. Ik kom op de terugweg, ga ik schroefjes even opraam. Nee man, we gonna party up. Dus mensen, hoe heet het? dit zijn voor mij natuurlijk de leuke podcasts. Lekker zonnebril op, lekker gek doen. Ja, toch. Met de comedian en Bram, jongen. Ik ben je fucking dankbaar. Op de mooiste dag van de 9 maanden herfst. Gaan we nog even genieten van die prison style fucking achterin. Ja man, Bram, tik de cam even en zeg even van... hoe heet het? Hoe noem je dat? Michel, subscriben. Ik heb zeker niks te promoten, dus doe wat je zelf gewoon, doe je ding houden, gewoon relaxen. Gewoon laat je tieten zwieren, je balletjes hangen gewoon en we zien je snel houden. Gewoon kom lekker naar het comedy podium. Ciao. Precies, ciao. Hey, proost, pik. Hey, bro.